Wij lezen ons heilig en onfeilbaar woord op Psalm 119 vanaf vers 65. Gij hebt bij uw knecht goed gedaan, Heere, naar uw woord. Leer mij een goede zin en wetenschap, want ik heb aan uw geboden geloofd. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende. Leer mij uw inzettingen. De hoovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd, bedacht. Doch ik bewaar uw bevelen van ganser harte. Hun hart is vet als meer, maar ik heb vermaak in uw wet. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden van goud of zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leerde. Die u vrezen, zullen mij aanzien en zich verblijden, omdat ik op uw woord gehoopt heb. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn en dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Laat toch uw goede tierenheid zijn om mij te troosten naar uw toezegging aan uw knecht. Laat mij uw barmhartigheid overkomen, opdat ik leven, want uw wet is al mijn vermaking. Laat de hoofdharige beschaamd worden, omdat zij mij met leugen neergestoten hebben. Doch ik betracht uw geboden. Laat hen tot mij keren die u vrezen en die uw getuigenissen kennen. Laat mijn hart oprecht zijn tot uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd word. Tot zover. Gemeente, het boek Genesis, het eerste Bijbelboek, begint met de schepping van deze wereld. U weet het allemaal, hè? En God zeide, daar zij licht. En er was licht. En zo volgen al die volgende scheppingsdagen. God sprak en de zon, de maan, de sterren waren er. God sprak en de bomen en de planten waren er. God sprak en de dieren waren er. Heel de schepping is geschapen door het spreken van God. En God zei. En het was er. Maar dan als laatste, als sluitstuk en als pronkstuk van de schepping, de mens. En dan gaat het er anders aan toe. Dan zegt God niet, daar zij de mens. Zoals het bij al die andere dingen ging. Nee, God zegt niet, daar zij de mens. Dan staat het er opeens heel anders. En God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, onze gelijkenis. Laat ons, de goddelijke drie-eenheid, gaat als het ware met elkaar in beraad. Laten we nu een mens maken. Al die andere dingen, er staat er zo, en God zeide, en er was het er. Maar bij de mens, daar is heel nadrukkelijk de drie-enige God zelf bij betrokken. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. In de mens zie je als het ware iets van het gelaat van God. En dat is nou wat David hier op Psalm 119 bedoelt. Als hij zegt, uw handen hebben mij gemaakt. Uit het stof der aarde. Uw handen hebben mij gemaakt.
Ja, ik weet niet hoe het bij u is, maar heel onbewust heb ik als de naam te denken van ja, Adam en Eva, die zijn natuurlijk door de Heere geschapen. Ja, en de rest kwam er allemaal zo uit Adam en Eva voort, hè, als vader en moeder, heel dat nageslacht. Adam en Eva door de Heere geschapen en de rest kwam zo uit Adam en Eva voort. Nee. Bij elk mens weer is God persoonlijk betrokken. Hij zegt, laat ons mensen maken. Hij zegt, laat ons Fleur en Lisa maken. Daar was God zo nadrukkelijk bij betrokken, net als bij de schepping van Adam en Eva. En laat ons Thijs maken. God was net zo nadrukkelijk betrokken bij de geboorte van Thijs, als bij Adam en Eva. En God zeide, laat ons Javet maken. Bij elk van jullie kinderen en bij iedereen die hier zit, daar is God net zo persoonlijk, de drie-enige God, bij betrokken geweest als ooit bij Adam en Eva. David zegt, uw handen hebben mij gemaakt. Niet mijn vader en mijn moeder. Uw handen hebben mij gemaakt. Dat is toch een duizelingwekkende gedachte. Dat God bij ieder van ons net zo persoonlijk betrokken is geweest als hier bij Adam en Eva. Werkstukken uit de boetserende handen van God. Als je erover nadenkt, de mens, met die hersenen, al die organen, en gaan we door de zenuwen, bloedsomen, ja, dan duizelt je. Dan duizelt het. Wat kan God maken? David die zegt op Psalm 119, ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke, ontzagwekkende wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Nou, zo zult jullie wel vergaan zijn. Als je zo bij de wieg van je kleine staat te kijken, dan kan het je werkelijk met eerbied vervullen. Er was een keer een jongen in een gezin en daar werd een kindje geboren. En toen vroeg hij dat ventje van een jaar of vier aan zijn moeder. Ja, zo vragen kinderen, waar komt dat kindje vandaan? En toen zei die moeder, ja, dat hebben we van de Heere gekregen. O, zei dat ventje, is dan de Heere in deze slaapkamer geweest? En toen keek die moeder hem ernstig aan. En toen zei ze, ja jongen, de Heere is in deze slaapkamer geweest. Uw handen hebben mij gemaakt. Er staat er nog iets achter. En bereid. In het Hebreeuws staat daar een woord van maken met een bepaalde bedoeling. Met het oog op een bepaalde bestemming. Bereid. Wij zijn niet zomaar geschapen, per ongeluk. Nee, de Heere heeft met onze schepping heel bewust een doel. Wij zijn niet alleen gemaakt, maar ook bereid. Wat is nou het doel van de Heere met ons leven? Nou, er zijn heel veel mensen die denken daar weinig of nooit over na. Ja, waarvoor leef ik eigenlijk? Wat is nou het doel van mijn leven? Nou, ik hoop dat wij het wel weten. Wat is nou het doel van mijn leven? Met al mijn drukte van alle dag. We hebben even vakantie, maar straks dan raast de trein weer verder. Maar wat is nou het doel van mijn leven? Waarom loop ik hier nou rond? Nou, David in Psalm 145... die zegt het, wat nou het doel is van ons leven. Hij zegt in Psalm 145, al uw werken, Heere, zullen u loven. Dat is het doel van ons leven, al uw werken. Letterlijk staat daar in Psalm 145 hetzelfde woord als hier in Psalm 119. Eigenlijk staat er, alles wat u bereid hebt,
Heere zal u loven. Dat is Gods bedoeling met alles wat hij heeft gemaakt en bereid. Laat uw licht alzo schijnen onder de mensen, opdat zij uw werken mogen zien en uw Vader in de hemel is verheerlijken. Dat is het grote doel van ons leven. Maar dan, die ontstellende werkelijkheid van onze zondeval. De mens, gemaakt en bereid om voor God te leven. En dat hij in mijn leven, in mijn woorden, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn gedachten, in mijn daden aan zijn eer zou komen. Die mens heeft zich tegen God gekeerd. Prediker zegt alleen, zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. De Heer heeft ons goed gemaakt. Het ligt niet aan God. Maar zij hebben vele vonden gezocht. Die mens, ja, dan heb ik het over mezelf, hè. Die zich van God heeft afgekeerd. Geen zoeker en bedoeler van God. Maar een zoeker en een bedoeler van zichzelf. Het is dat. Dat heerlijke mens zijn, wat de Heere zo heerlijk had gemaakt, door de zonde zo verwrongen en ontspoord en ontwricht. Geschapen tot zijn eer. En daar komt nou niks, maar ook helemaal niks meer van terecht. Alles verkeerd gericht en verwrongen. Paulus die schrijft er in de Efezebrief over. Verduisterd in verstand. Vervreemd van het leven met God. Door de onwetendheid die in hen is. Oh, wat zijn we veel kwijtgeraakt. Bedenk het eens. Vroeger kwam ik bij ons als een oude man. 'S morgens bij mijn moeder even een bakje koffie drinken. En dan zat hij zo aan tafel in zijn koffie te roeren. En dan keek hij mijn moeder aan. Ik hoorde hem nog zeggen, de platte polderdialect. Meid, zei hij. Er is wat gebeurd in het paradijs. En dan keek hij mijn moeder zo aan en knikte hij zo. Er is wat gebeurd in het paradijs. Zullen er niet langs heen leven. Maar het bedenken, bedenken. Die mens die bedoeld was tot luister en glorie van God. Die mens zegt, wijk van ons. Heere, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Is dat echt zo? Dat zijn niet alleen mijn bijbelteksten. Maar zo ben ik. Zal het echt waar zijn? Of zal het een beetje al te zwart-wit gezegd zijn? Doopouders. Zo even werd er iets gevraagd of je daarmee instemde. En het is wel heel aangrijpend dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zinnen die nooit mogen gaan wennen. Waar we altijd weer van moeten schrikken. En daar begint de christelijke opvoeding mee. Dan we zeggen, ja, dat is de toestand. We voeden op met nood. Realiseren we dat? Opvoeden is opvoeden vanuit grote nood. Zo'n hele kind gekregen. En toch dat kind. Dat lijkt zo op zijn vader. En zo op zijn moeder. Heer, nou breng ik er niks van terecht. Wat moet er nou van mijn kinderen terechtkomen? Ik hoop dat het jullie bezighoudt.
David, die wist het ook. Hij zegt, uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Bereid. U had met mij een bedoeling, Heere, zegt David. U had mij ook bereid. Maar nou breng ik van die grote bedoeling van u met mijn leven tot uw eer, of breng ik niks terecht. En daarom bidt hij verder, dan gaan we verder. Daarom bidt hij verder. Omdat hij wist dat hij vanuit zichzelf nooit aan dat doel zou kunnen beantwoorden. Maak mij verstandig. Daarom bidt hij dat. Als hij niet geloofde wie hij was geworden, zou hij dit niet bidden. Maak mij verstandig op dat ik uw geboden leren. Een gebed. Of de Heer hem weer wil herstellen. Herscheppen. Vernieuwen. Maak mij verstandig. Wanneer word ik verstandig? Ga ik leven en ga ik de dingen zien zoals ik ze hoor te zien? Ga ik leven zoals ik hoor te leven? Als ik bij Christus kom. Maak mij verstandig. Wanneer word ik verstandig? Als ik Christus in mijn leven heb mogen ontmoeten. Die gegeven is tot wijsheid. Dan word ik verstandig. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. Verlossing. Maak mij verstandig. Oh, als je vanmorgen zegt, o Heere, dat heb ik ook zo nodig. Want ik ben zo onverstandig. Maak mij verstandig. Dan moet je bij Christus zijn. Geef mij verstand en geef mijn hart. Heere, vernieuw mij. Maak mij verstandig. Christus niet alleen om te verlossen en te verzoenen. Maar om vervolgens ook te vernieuwen. Naar dat even beeld van God weer te gaan herstellen. Maak mij verstandig opdat ik uw geboden leren. Thomas Manton, oude Puritein, die een serie van bijna 200 preken over Psalm 119 heeft gehouden. De moeite waard. En ook over deze tekst heeft hij ook een preek gehouden. En hij zegt dan in die preek, hij zegt, David maakt uit het eerste deel van de tekst een pleitreden voor het tweede deel van zijn tekst. Hij zegt, hè, dan gaan we het invullen, het eerste deel, uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Dus David zegt, Heere, ik ben toch uw schepsel. Al ben ik een gevallen schepsel. Al ben ik een verloren schepsel. Maar toch ben ik nog steeds door u geschapen. Uw handen hebben mij gemaakt. Ik ben toch nog steeds uw schepsel. Als u dan mijn schepper bent, dan wilt u toch ook mijn herschepper zijn. Dat is wat Manton bedoelt. David maakt uit het eerste deel van de tekst een pleitreden, pleitgrond voor het tweede deel van de tekst. Als u mijn schepper bent, Heere, dan wil u toch ook mijn herschepper zijn. Dat is die lijn die je ook tegenkomt bij Paulus. Van hij die de schepper is, wil ook de herschepper zijn. Paulus, 2 Korinthe 4, vers 16. Dan begint hij bij de schepping. Want ja, hij doet het weer. Hij zegt in 2 Korinthe 4, vers 6. Dan herinnert hij aan de schepping. Want God die gesproken heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen. Dat is Genesis 1. De schepping. En dan trekt hij de lijn door van de schepping naar herschepping. Is ook degene die geschenen heeft in onze harten. Om ons te geven kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Paulus ziet het daar doen. De schepper
is tegelijkertijd ook de herschepper. God die gesproken heeft dat licht zou schijnen. Hij wil weer opnieuw spreken dat het licht in deze duisternis zou gaan schijnen. Om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Om weer aan ons oorspronkelijke scheppingsdoel te gaan beantwoorden. Daar is die almachtige, herscheppende hand van God voor nodig. Nogmaals, Christus is niet alleen gegeven om te verzoenen. Maar hij is ook gegeven om te vernieuwen. Waar het hier vooral in Psalm 119 over gaat. Want wij zijn zijn maaksel, zegt Paulus. Dan heeft hij het daar niet over de schepping, maar over die herschepping. Door genade. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Met welk doel? Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is wat David om bidt, hier in Psalm 119. Maak mij verstandig. Dan mag je denken aan die woorden van Paulus. Herschep mij, herstel mij, vernieuw mij. Door Christus, door vernieuwende genade. Maak mij verstandig. Met welke bedoeling? Opdat ik uw geboden zal leren om dan ook zo voor u te leven. Thomas Manton, ik haal nog een opmerking aan. Hij zegt er nog iets bij. Als het gaat om uw geboden te leren, om de Heere te mogen dienen. Hij zegt, de Heere is niet als Farao. Kinderen kennen de geschiedenis van Farao. Hoe was het met Farao? Volk Israël in Egypte. En die harde Farao die zei, en werken. En nog harder werken, stenen en nog meer stenen. Nog meer. En hij hielp ze niet, hè. Hij gaf ze wel een grote opdracht, maar hij deed er zelf niks aan. Nou, zegt die Thomas Manton, de Heer is niet als Farao, dat hij ons een grote opdracht geeft om voor hem te leven, maar ons niet wil helpen. Nee. De Heer is niet als Farao, die alleen maar eist en verder niks. Nee, zegt hij, hij is als een vader. Een vader die eist soms ook wat van zijn kinderen. Maar als het een goede vader is, dan eist hij, maar dan helpt hij ook. Dat is toch een vader. Een vader is niet als Farao, hoop ik. Maar een vader. Die mag eisen, wat vragen van zijn kinderen, een opdracht geven. Maar als hij ziet dat het kind dat niet alleen af kan, ja, wat doet dan een vader? Dan helpt hij. De Heer heeft ons zo'n grote opdracht gegeven, die eis. En je voelt wel aan, op eigen krachten, wordt dat niks. Maar dan wil hij ook te hulp komen. Die oude uitdrukking van Augustinus. Heere, geef wat gij beveelt. En ge zult niet te vergeefs eisen. Dat mag je dan ook bidden. Hij zegt, de Heere komt tot ons met zijn bevel. Maar tegelijk komt hij tot ons met zijn belofte. Dat is iets om te onthouden. De Heer komt niet alleen tot ons met zijn bevel, maar ook met zijn belofte. Die moet je nooit losmaken van elkaar. Bevel zonder belofte maakt moedeloos. En belofte zonder bevel maakt oppervlakkig. Beide. Hij zegt, de Heer komt tot ons met zijn bevel en met zijn belofte. Met het bevel, zegt hij, mogen wij gaan tot zijn belofte. Want dat gaat bij de doop over, hè? Wat gebeurde nou vanmorgen bij de doop? Ik heb dan vaak gezegd, bij de sacramenten worden de beloften van God persoonlijk aan ons nog een keer bevestigd. Dat ze niet alleen maar zo in het algemeen gedaan worden, maar dat de Heer ze ook heel persoonlijk aan ons doet. Ik heb zo heel persoonlijk elk kind aangeraakt. Niet als in de Romeinse kerk bij spreken met een kwast en zo in het algemeen een paar druppels zo. Nee. Elk kind afzonderlijk, bij de naam genoemd, afzonderlijk gedood.
Voor elk kind persoonlijk zijn daar dan ook die beloften. Hij zegt, bidden is met Gods bevel naar Gods belofte gaan. Heb je zo eens tegen het bidden aangekeken? Ik vond het leerzaam. Bidden is met Gods bevel naar Gods belofte gaan. Nou, wat is het bevel? Hij zegt hier, maak mij verstandig opdat ik uw geboden leren. Waar heeft de Heer dan beloofd dat hij dat wil doen? Dat hij mij die geboden wil leren, het bevel, waar heeft de Heer dat dan beloofd? Nou, om zomaar een tekst te noemen, waar de Heer dat heeft beloofd, Ezekiel 36, vers 27, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Daar heb je de belofte. En ik zal maken. Deze dag ga ik persoonlijk zorg voor dragen. Dat zij mijn inzettingen, hè, die geboden, die bevelen van God. Heer, hoe zou ik het ooit kunnen? Ik zal maken. Dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. En mijn rechten zullen bewaren en doen. Ik zal. Daar heb je het antwoord. Op dat gebed van David hier in Psalm 119. Heere, maak mij verstandig. De Heere antwoordt, ik zal. Ik zal maken. Ja, zegt iemand. Dat klinkt nou wel heel mooi. Dat de Heer dat belooft, ik zal. Maar geldt dat ook voor mij? Nou, dan kom ik terug op wat ik net gezegd heb. Als dat nou een worsteling kan zijn, want genade is toch niet vanzelfsprekend. Maar als dat nou eens een aanvechting kan zijn. Heer, hoe zou het ooit kunnen? En wie ben ik dat u dat ook bij mij zou doen? Ik zal maken. Oh, dat u zelfs naar mij zou omzien. Hoe zou het kunnen? Ja, dan komt die doop terug, wat ik net zei. De Heer heeft niet zo in het algemeen beloofd. Maar zo heel persoonlijk aan mij. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. De Heer komt tot ons. Maar niet alleen tot ons, ook tot onze kinderen. En hij geeft de doop als een extra bezegeling en bekrachtiging. En die belofte geeft kracht en grond en hoop aan het gebed van een vader en een moeder die zo verdrietig zijn. Omdat ze maar niet voor de Heer kunnen leven. En die bezorgd zijn. Omdat ze weten dat hun kinderen het ook niet kunnen van zichzelf. Maar die met hun eigen nood. Dat hoop ik anders. Die met hun eigen nood en de nood van hun kinderen. Bij die Heere van Psalm 119 en van Ezekiel 36 terechtkomen. Dat geeft grond en hoop en kracht aan onze gebeden. Als je bidt, zeg je, ja, maar hoe zou de Heer het ooit kunnen verhoren? Nou, die belofte, die geeft kracht en grond en hoop. Hij belooft, ik zal maken. Lieve mensen, dan mogen we toch bidden met hoop. En met vertrouwen. En met verwachting. Vanwege die getrouwe en vanwege die belovende Heere. Ik zal maken. Dat ik zal van ons, daar komen we veel te vaak teleurgesteld mee uit. Onze voornemens, onze belofte, dat ik zal van mij. Wat moet me vaak schamen voor God. Dat ik zal van mij, maar dat ik zal van hem. Ik zal maken. Die Heere van enkel trouw en enkel waarheid. We gaan eindigen. Het was Davids gebed. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Laat dat ook het gebed zijn van ons. Voor onszelf
en voor onze kinderen. Neergelegd op die vaste belofte van God. Wij moeten nooit bidden buiten belofte om. Want dan hangt ons gebed als rook in de lucht, zegt Calvijn. Een gebed wat niet steunt op die vaste belofte van God, net verzegeld. Dan is er grond. Dan mogen we hoop hebben en verwachting. Als wij zo gelovig steunen op die toezegging van God. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zal hij zijn verbond gedenken. En zijn woord, ook dat beloftewoord van de zegel 36, wordt altoos trouw volbracht. En daar staat er zelfs achter. Tot in het duizendste geslacht. Daar zijn we nog lang niet. Duizend geslachten. Dan zou de wereld 25.000 jaar oud moeten worden. Zo ver gaat die trouw. Tot in het duizendste geslacht. Het verbond. Met Abraham. Zijn vriend. Bevestigt hij. Van kind tot kind. Amen.